duiken is eigenlijk een soort teletijdmachine. Als je naar beneden gaat, dan worden de geluiden anders. Je bent heel erg op jezelf aangewezen. Je blikveld wordt ook kleiner. Het wordt steeds donkerder. Het wordt steeds kouder. En het wordt dus ook steeds mystieker. De Rooswijk is rond 2000 gevonden. Het enige is dat we weten dat het schip met drie andere schepen op 9 januari 1740 vertrokken is van de Reede van Texel. En op 10 januari is gezonken. We weten eigenlijk alleen vanuit die historische bron wat er gebeurd moet zijn met de Rooswijk. In 2015 meldde Historic England zich bij Nederland, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En met de bewoordingen, het schip vergaat als we niks meer gaan doen. Gaan we samen wat beschermingsmaatregelen verder uitvoeren of gaan we kijken of we het gaan opgraven? En dat laatste, dat hebben we toen gedaan. Ja, hier word ik aangekleed. Dat moet omdat we volgens het SSA-systeem werken. Dat is een service supply systeem. Waarbij alle lucht toevoer, maar ook elektriciteit voor de lamp en voor de video die we op onze helm hebben zitten, vanaf het schip naar beneden wordt gestuurd. We gaan zoveel mogelijk op de wisseling van de tij duiken. En dan is het veiliger om in een kooi naar boven en naar beneden te gaan. Zo kan ook de operator aan boord van het schip heel nauwkeurig in de gaten houden hoe diep we zitten. En ook stops inplannen om bijvoorbeeld te acclimatiseren. Hier zitten we op 26 meter diepte. En dan nemen we een hoop stikstof op. En die stikstof die kan er uiteindelijk voor zorgen dat we decompressieziektes zouden krijgen. Maar omdat we die extra stops hebben, wordt die stikstof weer uit ons lichaam verbannen. Op dit moment gaan we dus over die zeebodem heen. En zie je dat het zicht eigenlijk heel goed is. Vaak is dat maar 30 centimeter, 20 centimeter. Hier zien we een groot stalen frame dat onder water zit. En dat frame dat geeft precies aan wat onze werkplek is. Zodat we daar ook niet over hoeven na te denken. Nou, we hebben onder water gekeken waar verschillende delen van het wrak lagen. En dan zien we dat het wrak aan de buitenkant van een zandbank ligt. Vermoedelijk is de Rooswijk bij slecht zicht, de kou, mensen die niet meer in staat waren om het schip te besturen, op die zandbank gelopen. En het schip is compleet kapot gekraakt en bij hoogwater onder water terechtgekomen en weggezonken naar de grote dieptes toe. Wat ik hier laat zien is een transponder. Die geeft precies aan waar je onder water zit. Die kan ik gebruiken als duiker, maar ik kan hem ook gebruiken om objecten te markeren. En dat is nou weer van belang voor de context. Waar liggen bepaalde objecten? In welk verband liggen die objecten? En wat zegt dat nou over de geschiedenis van het schip? Want je kan een munt vinden, maar het is belangrijk om te weten of die munt bijvoorbeeld bij de lading van de VOC ligt, om allerlei goederen te kopen later. Of dat heel ergens anders ligt. Dus dan vind je bijvoorbeeld munten, wat gespen, samen met wat andere persoonlijke goederen. Die samenhang van die vondsten vertellen ons, kijk, dit zijn de smokkelmunten. En dit zijn niet de gewone munten die gebruikt werden door die VOC. De kapitein, Daniel Rancieres, die had gewoon een eigen bedrijfje. Handelaren die gaven hem geld mee. Maar de gewone zeelieden, die deden dat ook. Die namen bijvoorbeeld geld mee van de familie. Dat betekent dat iedereen betrokken moet zijn geweest bij de smokkel van zilver. We werken nu met een airlift. En die airlift is eigenlijk een grote stofzuiger die op lucht werkt. En zo kan je een scheepswrak onder water opgraven. We hebben een aantal beenderen van de bemanning gevonden, maar niet heel erg veel. En dat geeft ook wel aan dat de mensen geprobeerd hebben om weg te komen. Misschien hebben ze wel een tijd lang op de zandbank gestaan. Hè? Was het zo laag water dat ze op de zandbank stonden. Maar zijn ze uiteindelijk verdronken toen het water weer omhoog kwam. Totaal verkleumd natuurlijk. Niet meer in staat om überhaupt te zwemmen als ze al konden zwemmen. Niemand van het schip heeft het overleefd.
Als je dan boven water komt en je stapt eruit, de apparatuur, alles bij elkaar, weegt al snel zo'n 60 kilo. Dat is zwaar. Je hebt ook zwaar hard gewerkt. Je bent koud, want het water is nou met een beetje geluk 19 graden. Je bent goed uitgeput. Iedereen is natuurlijk razend enthousiast over de objecten en wil er naar kijken. En we beginnen gelijk met de interpretaties. Maar dat zijn natuurlijk de eerste ideeën. En pas na lang onderzoek komen we op het echte verhaal aan. Ja, zo wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd onder water.